Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Soms komen er spelletjes binnen waar ik nog niets van weet en Locus is zo'n spelletje. Het ziet eruit als een Tetris-puzzelspel, wat ik wel een leuk genre vind, maar er zijn er al zoveel. Het ziet er ook een beetje uit als een draft en ride, zo zijn er ook al zoveel. Dus wat doet deze anders dan de andere? Dat, dat zie je in deze uitleg van de spelregels alvast, maar je gaat ook meer te weten komen in de volgende aflevering van Bordspellen, Nieuws en reviews. <middels> Om locus op te stellen, gaan we iedere speler een blaadje van deze bundel geven. Die zijn helaas maar eenzijdig. En dan hebben we de stapel met locus kaarten. Nu er zit één kaartje tussen die aan de achterkant ook Locus zegt. Maar dat is gewoon een overzicht voor wanneer je solo speelt, voor jouw score te evalueren. Die mag eruit. De overige kaarten met allerlei vormpjes in verschillende kleuren. Die gaan we goed schudden. Wil je weten welke vormpjes erin zitten, dan hebben we ook een kaartje voor iedere speler. Met het overzicht van alle gekleurde vormpjes die erin zitten. Aan de achterkant hebben we ook een belangrijk gedeelte. Sommige van die vormen die kunnen we ook spiegelen. En dan is het misschien handig om te zien hoe dat er juist uitziet. En je kan er ook mee draaien dan. En uh, dan weet je of het past in de vakjes. Dan kiezen we nog een startspeler. Degene die als eerste jarig is. Dan zijn we eigenlijk bijna klaar om aan het spel te beginnen. Het enige wat nu nog ontbreekt is iets om mee te schrijven. En foei 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 dat zit niet in de doos. Dus vandaar dat ik deze pen er maar heb bijgenomen. Maar als iedereen schrijfmateriaal heeft gevonden, dan kunnen we van start gaan. De speler met de die mag evenveel kaarten opendraaien als het aantal spelers dat meedoet plus 1. Stel dat we hier met 3 spelen, dan draai ik 4 kaarten open. En hij of zij mag dan ook beginnen met één van de kaartjes te kiezen die hij gaat invullen op zijn blaadje. De kleur is belangrijk, want die geeft aan in welk van de vijf vakken jij gaat invullen. Is het een regenboogkleur, dan mag je gewoon vrij kiezen. De vorm gaat natuurlijk ook belangrijk zijn, omdat je deze tetrisblokken wil passen, zo goed en zo kwaad mogelijk, binnen het doel van dat kadertje. Er is één algemene regel bij het plaatsen. Van de figuren. Je moet altijd beginnen. Je moet altijd beginnen in het vet zwart omlijnde vak of één van die vakken. Of je moet aansluitend bouwen met een uh, figuur die je reeds hebt getekend. En je tekent dat gewoon door kruisjes te zetten. De enige uitzondering hierop is het rode gebied. Daar mag je eigenlijk vrij in passen. Daar moet je niet aan grenzen, daar moet je nergens beginnen. Maar hier, hier en hier moet je altijd beginnen. Ergens waar dat uh, een zwart vak is of aangrenzend met iets wat je reeds hebt getekend. Dus stel nu bijvoorbeeld dat ik zeg ik wil deze rode figuur, dan ga ik die hier ergens proberen in te passen. Je mag die draaien zoals je wil. Je kan die ook met behulp van dit gaan spiegelen, zodat je een andere vorm hebt. Dus ik zou hier bijvoorbeeld dit kunnen vullen en dan heb ik eigenlijk twee bonussen verdiend. En die mag je op een of andere volgorde gaan invullen en daarmee kan je opnieuw bonussen verdienen. Deze betekenen dat je twee aangrenzende velden mag afvinken in een ander kleurig gebied, in dit geval paarse. En ook daar moet je weer aan de regels voldoen aan grenzen. Of te beginnen in een van de met vet omrande pakjes. Een andere bonus die je kan verdienen, ofwel door ze aan te duiden in een bepaald gebied. Ofwel doordat er ook kaarten zijn die dat uh, erop hebben staan. Dat zijn de muntjes eigenlijk. En die gaan we hierin kleuren. En muntjes kan je gebruiken voor verschillende toeleinden. Je kan één muntje opgebruiken door het doorstrepen om de kleur te veranderen naar eender welke kleur. Dus dan kan ik zeggen: Deze groene is nu een regenboog. Dus ik kan die hier ook in het blauwe gebied gebruiken. Je kan er twee afkruisen op elk moment om twee vakjes eenderwaar af te kruisen. Opnieuw, je moet nog altijd voldoen aan de basisregels voor het plaatsen van deze vakjes. En je kan er ook drie afkruisen om te zeggen: Wel, uh, iedere speler gaat eigenlijk één kaartje kiezen. Hè? Dus in dit voorbeeld koos ik de rode kaart. Dan gaan we met de klok mee, die kiest. De volgende speler kiest bijvoorbeeld deze, de volgende speler kiest deze. Er blijft nog altijd één kaart over op het einde van de ronde. En voor drie muntjes kan je zeggen, oké, okay, ik wil die kaart ook nog tekenen. En dan kan je eventueel nog zeggen, ik wil ook nog die kleur veranderen door nog een extra bolletje aan te duiden. Alle spelers kunnen dat doen. Dus, dus niet dat, omdat één speler dat doet, dat die is opgebruikt. Maar hoe dan ook gaat de laatste kaart weg op het einde van de ronde... En dan worden er weer nieuwe kaarten opengedraaid. En de ster die wordt doorgegeven aan de volgende speler met de klok mee. Het aantal ronden dat we spelen hangt ook af van het aantal spelers. Zoals je ziet hier aangegeven. Dus als iedereen een keer een beurt heeft gehad en de ster komt terug bij de eerste speler. Dan pas gaan we hier een veld afkruisen. Dat wil zeggen dat we met vijf spelers slechts drie keer volledig rondgaan Met vier spelers vier keer. Met drie spelers vijf keer. En spelen we slechts met twee. Dan gaan we 8 beurten krijgen. Solo werkt het nog een beetje anders. Dan ga je je één keer doorheen de stapel werken. Als die op is, dan is het gedaan. En je gaat ook altijd één extra kaart aan de kant leggen. Maar in alle andere gevallen, als je dus met meer speelt en de stapel geraakt op. Dan ga je gewoon de aflegstapel schudden. En dan een nieuwe trekstapel maken. Dus dat is eigenlijk niet het einde van het spel daarom. Ik heb hier een voorbeeldje van hoe de scoring dan in zijn werk gaat. Laat ik beginnen met het rode gebied. Hier is het de bedoeling om een gebied volledig ingevuld te krijgen. Als overal een kruisje staat, dan scoor je de punten die erbij staan. Ik heb hier dus 12 en 16 punten gescoord. Dat is 28. Het gele gebied, daar moet je dus beneden beginnen. Maar je mag je wel naar de hogere rijen toewerken. Want iedere horizontale rij die volledig gevuld is, levert punten op. En de hogere rijen leveren meer punten op. Dus hier heb ik drie hogere rijen en de beneden rijen volledig kunnen vullen. Dus dat is in totaal 44 punten als ik dat goed heb geteld. Het paarse gebied, daar probeer je eigenlijk zoveel mogelijk van deze uh, vetgedrukte pakjes te verbinden met elkaar via een pad van kruisjes. Ik heb ze allemaal kunnen verbinden. Dus dan ga ik hier beneden kijken. Dat zijn er 8, dat is 48 punten. Het zou kunnen dat je twee groepen hebt, eentje van drie verbonden en de ander van vier verbonden, maar dan. Tel je enkel de grootste groep van verbonden vakjes. Dus dat is enkel de 24 punten, niet nog eens de 18 punten. Dan het groene veld, daar moet je hier in het midden beginnen en je gaat eigenlijk je kronkelen naar alle uitgangen en iedere uitgang waar het je geraakt tot op het einde is 8 punten waard. Ik heb er hier 4, dus 32 punten. Hier bij het blauwe gedeelte ga je je weg naar boven banen. Je moet niet alles gevuld krijgen, maar je probeert wel bepaalde lijnen te bereiken en de hoogste lijn die je bereikt levert jouw punten op. In dit geval ben ik tot aan de 32 geraakt. Dus 32 punten en dan hebben je hier nog één extra veld om punten voor te tellen. En dat is namelijk jouw laagste score in eender welk gebied. Vandaar dat je ze allemaal een beetje in evenwicht wil houden. In dit geval is rood mijn laagste. Dus ik vul hier nog een keertje 28 in en dan kom ik op een mooie score van 212. Nu dit was een solo spelletje. En dat wil misschien wel zeggen dat het iets gemakkelijker is dan wanneer spelers voor jouw neus de kaarten wegnemen die jij wil hebben. In ieder geval, zo speel je Locus. Mocht je het dan nog vragen hebben, stel ze gerust hier beneden in de commentaren. En dan bedank je om te kijken. Abonneer en zie ik je volgende keer weer. Bye bye. Abonneer je nu op dit kanaal, dan krijg je de eerste drie maanden gratis. Gegarandeerd een succes. Niet tevreden? Geld terug.